Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik heb een koffertje gekregen van Magnetar. En daarin zit de nieuwe Cube, de Mega Cube. En natuurlijk kan ik meteen gaan magneetvissen. Want dan zien we wel wat we naar boven halen. Maar met elke magneet zie je wel wat je naar boven haalt. Ik wil graag weten of deze Cube echt zo sterk is. Dus wat ik ga doen... is ik ga deze Cube aan deze gevulde container vastplakken. En dan ga ik kijken of die Cube de container in beweging kan krijgen zonder dat de Cube loslaat. Maar ja, ik ben bang dat ik niet sterk genoeg ben. Dus ik zal toch een beetje hulp nodig hebben. Ik denk dat het hier wel mee moet lukken. Dus nogmaals, het is voor het magneetvissen natuurlijk helemaal niet belangrijk of ik hier wat mee kan of niet. Maar ik vind het gewoon ontzettend leuk om even gewoon een soort van piemel meten. Even kijken of die echt zo sterk is als dat ze zeggen. En daarom wil ik even weten, krijg ik deze gevulde container van zijn plek? Nou, er is maar één manier om daarachter te komen. En dat is om die Mega Cube uit te pakken. En er tegenaan te gooien. That's it. Trek hem er maar af, Daan. Trek hem er maar af. Kom op. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some needles to the face. Baby, I don't need no space. Oh! Nou, genoeg gespeeld met grote auto's en containers en weet ik veel wat allemaal. We hebben een leuk bruggetje gevonden, vlakbij een interessante locatie. Waar we vroeger al altijd heen gingen. Ja. En dan gaan we even kijken hoe die gooit. Het is een goed gewicht. Dat kan voordelig en nadelig zijn. Het is voor je armen en je schouders is het misschien wat zwaar. Maar voor het gooien denk ik dat het wel een heel eind komt. Het is een flinke plons in ieder geval. Ik denk dat er wat aan zit. Ja. Lachgas. Ja, dan wordt hij lekker gelachen. Nou, ik weet niet wat ik heb. Hele gekke dingen, twee dezelfde. Een stukje plaat. En een oude wieldop. Ja, dat zie ik zo. Nou, daar gaan we weer. Waarom?
Denk nou niet dat als je een hele grote magneet hebt, dat hij alleen maar grote dingen vangt. Want je vangt natuurlijk ook gewoon klein visgerij en andere dingetjes. Pak hem er maar uit. Wat heb je? Ik denk dat het een bom is. Hij is wel zwaar. Oeh! Drugs. Lachen. Ja. Goed zo, man. Toppetje. Ja. Ik weet niet wat het is. We doen het bij de rest. Ik ga even mijn magneet een beetje schoonmaken. Wat heb ik hier? Een Stanley mes. En lachgas. En nog meer lachgas. En nog meer lachgas. En weer zo'n raar dingetje. Nou, ik weet niet wat het is. En nog meer lachgas. Nou. Ja, het was in ieder geval een lollig bruggetje hier. Magneet vissen. Nou, er is in ieder geval iemand aan zijn blote kom naar huis gegaan. Riem. Het is wel een chique riem hoor, hij. Chique de friemel. Dat nou toch weer. Ik heb wel een lampenkap. Nog één worpie, dan vind ik het wel goed geweest. Echt heel veel vinden we hier niet. Maar ik heb wel even een leuke indruk gehad over de magneet. Hij is sterk, hij staat echt zijn mannetje wel. Dat hij vierkant is en dat hij rondom magnetisch is, is wel een voordeel. Het nadeel is wel dat hij zwaar is. Kost heel veel moeite om hem ver weg te gooien. Dus ik doe nog één gooi en dan stoppen we ermee. Ja. Die alles goed doen hè, in het leven.